Actieve leermethoden zijn een reeks strategieën voor het onderwijzen en leren. De student is verantwoordelijk voor zijn of haar leren, richt zich op bestaande kennis en gebruikt deze om zich verder te ontwikkelen. Actieve methodologieën zijn vooral handig bij het concentreren op competentieleren. Ook wordt leren coöperatief gedaan en geeft het een praktisch aspect aan de verworven kennis. Een van deze methodologieën is service-based learning. Service-based learning, op service gebaseerd leren, is gebaseerd op het toepassen van kennis die in de klas is opgedaan. Het richt zich ook op de ontwikkeling van vaardigheden en competenties waarbij sociale betrokkenheid en de ontwikkeling van attitudes en waarden, zoals empathie en solidariteit, worden benadrukt. Dit type leren is nuttig bij elk onderwerp dat een soort relatie met de omgeving tot stand kan brengen die van invloed kan zijn op de mensen. Het kan worden gebruikt op elk niveau van het onderwijs, inclusief formeel onderwijs, informeel onderwijs en volwasseneneducatie. Service-based learning stelt de studenten in staat om belangrijke lessen te genereren, hun motivatie om te leren te vergroten en een goede academisch doorzettingsvermogen te demonstreren. Ook worden persoonlijke en sociale vaardigheden ontwikkeld, wat resulteert in mensen met vaardigheden en strategieën die nodig zijn om zich op een effectieve en efficiënte manier in hun omgeving te gedragen. Met deze methodiek kan de leraar gemakkelijker de verwerving van basisvaardigheden evalueren en de relatie tussen het onderwijscentrum en de omgeving vaststellen. Om service-based learning in de klas te creëren is het belangrijk om 3 stappen te volgen om de ervaring met het succes te plannen en toe te passen. Ze zijn: bereid de ervaring voor, breng ze in de praktijk en evalueer de resultaten. Eerst en vooral worden de basiselementen gedefinieerd met vermelding van de service die aan de community kan worden verleend en hoe deze zich verhoudt tot het klaslokaal. Vervolgens worden de organisaties waarvan de activiteit verband houdt met de dienst gecontacteerd. Ten slotte is het noodzakelijk om pedagogische elementen te specificeren die verband houden met de ervaring, hoe ze zullen worden georganiseerd en de bijbehorende fasen. De tweede fase gaat over het plannen van de implementatie van de ervaring. Het is belangrijk om de studenten te betrekken en hen te laten deelnemen aan het proces. En de planning zal helpen om hem te specificeren hoe de ervaring en doelstellingen die op academisch gebied en sociaal niveau worden bereikt, zullen worden uitgevoerd. Zodra dit is gebeurd, wordt het project geïmplementeerd en wordt het leren geanalyseerd. Om deze fase te beëindigen, moet je een evaluatie maken van de verworven kennis en de resultaten van de service die aan de gemeenschap is geleverd. De laatste fase is gewijd aan een evaluatie van de verkregen resultaten. Deze resultaten worden zowel individueel als in de groep beoordeeld. Het is ook noodzakelijk om de relatie tussen degenen die betrokken zijn bij de samenwerking te beoordelen. De leraar moet ook de effectiviteit evalueren die deze methode heeft bereikt ten opzichte van de academische doelstellingen, evenals zijn rol in het hele proces. Een voorbeeld van service-based learning is de organisatie van een bloeddonatiecampagne. Studenten organiseren de campagne om het aantal donoren te vergroten. De door studenten verworven leringen zijn gerelateerd aan het wetenschapsgebied, gerelateerd aan kennis over bloed en zijn componenten, evenals de noodzaak om donaties te doen. Ook worden communicatieve en organisatorische vaardigheden gebruikt.